Goedemorgen. Kijk naar het weerbericht van Weerplaza opgenomen op zondagochtend 26 februari. Afgelopen nacht trok er nogal wat regen over het land van west naar oost. Inmiddels is die regen in Duitsland aangekomen en op veel plaatsen is het nu droog, hoewel er lokaal best nog wel wat motregen valt en dat kunt u ook goed zien op deze radenbeelden. Ik denk dat het vanmiddag wel op de meeste plaatsen droog zal blijven en dat er slechts een enkel spatje valt. Wel is er nog steeds veel bewolking aanwezig, voor de zon is niet al te veel ruimte. Ja, de komende dagen blijft het weerbeeld erg wisselvallig. Als we naar deze computeranimatie kijken, dan zien we vanuit het westen ook morgen weer diverse storingen opdoemen. En die trekken over Nederland en gaan voor neerslag zorgen. In de ochtend regent het enige tijd als een front overtrekt van west naar oost. En daarachter wordt de neerslag meer buiig van karakter. En dan kan er ook hier en daar een klap onweer gaan voorkomen, en misschien zelfs ook nog wel hagel. En ook de dinsdag die pakken we maar even mee. Ook dan is het wisselvallig weer, dankzij een lage drukgebied boven Groot-Brittannië en de Noordzee. En dat lage drukgebied dat zorgt voor onstabiele lucht. En ook dan kunnen er diverse buien gaan vallen. Wisselvallig weer, dus de komende dagen. En dan valt het eigenlijk vanmiddag nog wel mee. Er is veel bewolking. Maar op de meeste plaatsen is het wel droog. Heel misschien breekt er zelfs nog een waterig zonnetje door. Veel stelt het niet voor, denk ik hoor. temperatuur loopt op naar zo'n 9 tot 11 graden. En er staat een matige tot krachtige zuidwestenwind. Die vanavond zelfs nog wat toe gaat nemen. Dan kan die op het wadden, eh, waddengebied en langs de kust windkracht 7 worden. Dat is een harde wind. Nou, vannacht ook nog steeds veel bewolking. Misschien valt er lokaal ook nog wel een spatje regen. En dan zien we aan het eind van de nacht, begin van de ochtend, de eerste regen binnenschuiven vanuit het westen. En morgen is het dan afhankelijk regenachtig. In het oosten zal het nog wel droog beginnen, maar ook daar schuift dan die regen naar binnen. En dan ja, wordt het in de middag nog wel een graad of 8 tot 11. Maar de regen die trekt naar het oosten weg. En dan krijgen we te maken met buien. En dan is er dus ook kans op hagel. En misschien dat er ook nog wel een klap onweer gaat voorkomen. Ik sluit dat zeker niet uit. Ja, en na morgen houden we dat wisselvallige weer. Misschien dat de zon wat vaker te zien is op woensdag en donderdag. Maar goed, die buien die blijven er wel komen. En de bovenlucht is wat koud. Misschien dat er ook nog wel een vlokje natte sneeuw of wat hagel bij gaat komen. Temperaturen liggen dinsdag rond de 7 graden. Woensdag en donderdag wordt het weer iets zachter met 8 tot 10 graden. En de algehele trend dan als we even naar de temperatuur kijken, dat is toch wel dat die vrij stabiel is. Over het algemeen Middagtemperaturen rond de 10 graden en in de nachten iets boven het vriespunt. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u een fijne zondag.